Op de COVID-19-website is te lezen dat er nog 2 personen zijn overleden aan het virus. Het afgelopen etmaal zijn er 74 positieve bijgekomen. Jason van Genderen, directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica, vindt het erg dat de cijfers nog steeds een stijgende trend vertonen. De samenleving moet er zelf voor zorgen dat het aantal besmettingen weer omlaag gaat. Maar dat gebeurt jammer genoeg niet, zegt de directeur. De druk wordt echt zwaar nu ook op het personeel. We zitten al met een landelijk probleem aan human resource. Dus we hebben er zijn weinig verpleegkundigen en artsen. En de mensen die dus hier werken, die werken dus dubbel. Ze werken dubbele shiften. Dus we zijn dus weer in die fase beland waar het personeel nu dubbele shiften moet gaan draaien. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat deze mensen toch de kwaliteitszorg krijgen die ze nodig hebben. Want gelooft u me, we willen niet zo ver komen dat wij achteruit gaan in kwaliteit van de zorg. Toch? Dat is iets wat geen enkel ziekenhuis wil. En zelf ook verpleegkundigen, de mensen die daar werken, willen dat zelf ook niet. Je wil de persoon natuurlijk optimaal kunnen monitoren en de zorg bieden die ze eigenlijk verdienen. Maar als de cijfers zo blijven stijgen, dan zal ook de kwaliteit van de zorg achteruit gaan. En dan wordt het erg. Van Genderen zegt dat het te verwachten was dat er meer mensen zouden overlijden. Hoe meer positieven er zijn, hoe groter de kans is dat er doden kunnen vallen. Momenteel zitten wij in het ziekenhuis met 46 zorgpatiënten en 127 isolatiepatiënten. Dus momenteel 176 patiënten in het ziekenhuis. En er is dus een bepaald percentage van natuurlijk op de kans dat een aantal van deze mensen meer besmet is, hoe groter de kans dat mensen dit niet doen. Dus vandaar wij ook nog steeds, we blijven de druk erop leggen. Jason van Genderen, directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. In totaal zijn er sinds de start van de pandemie in Suriname 9.865 personen positief getest op het virus, waarvan 191 zijn overleden.